jezelf voorstellen? Of, Kijk, zie, het komt een keer terug. Let op. Nee, doe ik het weer, hè? Komt-ie. Schuif open. Ja, want die achterste hier die gebruik ze eigenlijk toch niet. We gaan toe Marika, Sony met Mercario locked inside en Buddy and Euro are also locked inside, so you're gonna try to shift Maria to S1 out en S2 out. Oké, good luck. Good luck, en we gaan het gewoon doen. Hey wijfie. Ja, oké. Zet hem maar open en dan doe ik daarna deze. Yes. Daar gaat hij. Hoppa. Waar zit ze nu? Oh, volgens mij komt ze er nu aan, hè? Hé, ja. Nou, kom eens hier. Ik heb hier een stok. Nou, we zijn hier bij Maria en zoals jullie zien zit ze nog steeds in Q-out. En ze wil eigenlijk nog steeds niet doorlopen naar dat laatste buitenverblijf, naar S3-out. En ik heb even met de dierverzorgers van het chimpansee-complex overlegd hoe we daarmee aan de slag kunnen om te zorgen dat ze toch doorloopt naar dat laatste buitenverblijf. Een van de dingen die ze hebben aangepast is dat ze van die pallets hier op de grond hebben gelegd. Ze loopt niet graag op gras, maar wel op die pallets en op die boomstammen. Dus we hebben nu eigenlijk een soort brug naar het luik toegemaakt, zodat ze over hout daar naartoe kan lopen en ze niet op het gras hoeft te lopen. Ze heeft al een paar kijkjes genomen in het verblijf hiernaast. Dat noemen we S1 out. Kijk. En ze is tot hier gekomen. Op dit plekje heeft ze gezeten en daar heeft ze onze collega Fabrizio zitten broemen. En nu willen we er natuurlijk verder hebben. Ze moet namelijk nog een verblijf opschuiven. Dus we zijn bezig met de voorbereidingen ervoor. Max, I'm entering S3 out. Oké, Del. Dan zal ik dat ook even hier laten zien. Kijk, de voorbereidingen zijn dingen zoals die stronk hier, de boomstam. Dus ze komt dan daar door de schuif heen. Deze trekkerband en zo verder. Nou, hier hebben we trouwens Sony. Hallo Sony. Dat wordt, als het goed is, het maatje van Maria. Wat we ook hebben veranderd is dat we, als de luiken open zijn naar S3-out, dat Maria geen aandacht meer krijgt. Want anders, als ze aandacht in Q-out krijgt, waarom zou ze dan ergens anders heen gaan? En daarnaast hebben we Gijs gevraagd om af en toe te komen, omdat ze toch wel heel veel voor Gijs wil doen. Om in S1 of in S3 out te gaan staan en om maar te kijken of ze voor hem wel die kant op gaat. Had al afscheid genomen, maar Gijs heeft wel een extra speciaal plekje bij Maria. Dus we gaan ons even kijken, ik hoor nog allemaal gerommel hiernaast. Kijken wat de mannen aan het doen zijn. Kijk, ik ben mooi aan het vloggen, die mannen lekker sjouwen. En hoe gaat het hier?
hier. Hey ho, die Maria shipje zo. Hallo kijkertjes thuis, hier zijn we weer. Ik doe wel even voor, jongens. Hup. Ik ben veel zwaarder dan Maria. Dus wel. Nou, dan hier doorheen. Hier op drukt, dan ja. Is hij nu jouw neusgat aan het filmen. Als je de tijd ziet lopen, dan moet hij het doen in principe. Oh, hier, nou zie ik in één keer wat. Dan moet je. Dag lieve kijkers, hè? De Garlic Brothers. De Garlic Brothers. Nou, hij is nu aan het opnemen, dat helpt ook niet. Oké, doe ik hem nu even uit weer. Het idee is, als ze naar S3 toe gaat, dan gaan we het luik dicht doen. Ah, oh, oké, leuk. Dus we moeten gewoon even kijken wat ze gaat doen. Ja. Oké, succes. Maria, hey! Gijs is druk bezig om te kijken of Maria naar Esmanau wil gaan komen, maar... Het begint ook te regenen, dus ik denk dat ze straks ook naar binnen gaat in de quarantaine en denkt van nou, de groeten, als het straks droog is, dan kom ik wel weer opnieuw. Ik denk dat we vandaag geen stappen meer maken. Ze zit demonstratief de andere kant op te kijken, nog net niet met de arm over elkaar zo. Dus we kunnen weer een streepje achter ons naam zetten, dat we het weer een middagje geprobeerd hebben. Ja, no extra results. Nee, precies. We hebben wel ons geduld getest. Even Maria, ik wilde ook nog iets zeggen. De volgende keer is onze andere cameravrouw is er niet, dus dan gaan we een livestream doen met het Dreamteam. Dus alle vragen die de kijkers thuis hebben over jou of over het Dreamteam kunnen dan gesteld worden. Tot de volgende keer!